Vertellen. Goedenavond allemaal, laat je inspireren door de wonderbaarlijke boodschap van de Bijbel. Want de Bijbel die zegt tegen jou, opgeven, geef nooit op. Ken je elke situatie? Misschien ken je wel een verhaal. Vandaag aan de dag van een kennis die misschien in het ziekenhuis ligt en die misschien wel aan het vechten is tegen kanker. Dan zal het niet leuk zijn als je naar die persoon toe zal gaan en tegen deze persoon zal zeggen, nou luister eens even, geef het maar op, want het komt toch niet meer goed. Ik denk dat deze persoon zegt, ik ga door totdat ik genezen ben. En zo is het ook in ons dagelijks leven, we moeten nooit opgeven. Geef nooit op. Dat is mijn boodschap vandaag voor jou. Als ik kijk naar die topsporter die traint elke dag. En dan gaat hij op een gegeven moment met die fiets, gaat hij die berg op. En hij zal een moment erbij krijgen dat hij de man eigenlijk met de hamer tegenkomt. En dan zal hij misschien denken, waar doe ik het voor? Misschien heb jij dat ook vandaag wel in je gedachten, waar doe ik het voor? Misschien sta je op het punt om vandaag te zeggen, ik ga het opgeven. Dan zou ik tegen jou zeggen, vriend en vriendin, luister naar deze boodschap, want God heeft een goede boodschap voor jou. Hij wil niet dat jij het opgeeft. Als ik kijk in jouw Bijbel en in mijn Bijbel, 2 Timotheus, wie wil dat voor mij opslaan, 2 Timotheus 1, en dan vanaf vers 6 tot en met 10. Wie wil dat voorlezen voor mij? 2 Timotheus 1, vanaf vers 6 tot en met 10. Je allemaal je zwaard bij je? Maar het woord van God. Je hebt een iPad natuurlijk, hè, of een iPhone. Er staat niet door. Timotheus 2. Stel je voor dat de stroom op is, die spijt ook op. Juist. Ja, nou en of. Ja, mijn Bijbel is op. Ja, sorry, hij is opgevreten door het virus. Ja, nou en of. Het geeft niet. Maar neem het woord te harte. Want hoe is het als een soldaat zegt, ja, ik heb mijn zwaard in mijn iPhone. Daar kan hij niks mee aanrichten. Heeft iemand het woord gevonden? Ja. Amen. Wie gaat het voorlezen? Oh, ik wil het voorlezen. Ja, hier, Dickie. Ja. Hans. Dickie, lees. Ja, doe maar. Daarom spoor ik je aan het vuur branden te houden. Van de haan die God bestond toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde Amen. En bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit. Maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Amen. Dus is het belangrijk dat de Bijbel die zegt op een gegeven moment van ik spoor jou aan. Het aanvuren. Stel je voor dat er iemand is die jou als een topsporter ziet. Wat doet ze voor jou? Wat doet jouw familie, jouw vrienden voor jou? Ze sporen jou aan. Ze sporen jou aan. Ze zegt tegen jou, Deborah, kom op, je kan het. Behaal die finish. Als je kijkt ook heel veel verhalen vandaag aan de dag op het internet. He, vandaag las ik nog een verhaal van een vrouw. En deze vrouw, ze was brandweer. Ze had de passie in haar leven om mensen te redden. En ze deed het altijd al jaren, deed ze dat met hele hart. En op een dag was er een huis waar ze 3 kinderen hoorden gillen. En die zaten nog binnen in het huis. En de vlammen die kwamen er al uit. En haar hart die kwam in beweging.
En ze zegt, ik ga ervoor. Of kom ik ook om? Ik ga ervoor. Ik wil deze drie kinderen redden. En deze vrouw die vlucht het huis in. Ze redt deze drie kinderen. En haar hele gezicht was helemaal verbrand. Er was totaal geen enkele gezicht meer over van deze vrouw. En deze vrouw die moest zo'n 40 operaties ondergaan om weer een gezicht te krijgen. En zoals voor die tijd was ze een hele mooie vrouw. En de mensen die keken haar vol afschuw aan als ze over straat liep. Oh, moet je dat zien. Oh, wat is dat een monster. Totdat ze het verhaal achter deze vrouw hoorden. Totdat ze hoorden dat deze vrouw drie kinderen had gered. En dat ze zei, voor mijn leven was niet belangrijk. Maar die kinderleven, dat was voor mij belangrijk. Ze was vermeend voor haar hele leven. En ze zal vermeend blijven. De littekens die zullen misschien opjes zijn. Maar laat je nooit weer houden. Misschien hebben wij een litteken vanuit ons verleden. Wat we mee hebben gemaakt. Maar laat je niet weer houden om het goede te doen. Ga ervoor. En net als dat de Bijbel ons aanspoort om het nooit op te geven. Denk eens erover na als je met iets bezig bent. Nou, een mooie kar te restaureren bijvoorbeeld, Richard. Je zal een mooie auto aan het restaureren zijn. En hij is bijna klaar op die bumper voor na. Zou je het dan opgeven of ga je door? Je gaat door. Zo is het ook vaak in ons leven. We stoppen vaak bij de bumper. Dan is die auto die is bijna helemaal klaar. En dan stoppen wij. Dan worden we moe. De Bijbel zegt, word niet moede om goed te doen. Want er is een dag dat je zal scoren. Halleluja. Er is een dag dat je zal vruchtbaar zijn. Er zal een dag zijn dat je een triomf hebt, een overwinning. Amen. Maar wat doe je het voor, hè? Op te geven en voor altijd door te gaan met wat je aan het doen bent, is belangrijk. En je weet soms dat het kan lastig zijn. Het zal zeker lastig zijn, ook voor die patiënt bijvoorbeeld, die in het ziekenhuis ligt, die een transplantatie moet voor beenmerg. Misschien moet zij of hij misschien wel 12 tot 15 keer die beenmergtransplantatie hebben. Maar deze persoon die zal doorgaan. Weet je waarom? Het leven is zo belangrijk voor een mens. Het leven voor een mens is zo belangrijk. En waarom is het zo belangrijk? Omdat iedereen wil leven. Iedereen wil leven. Als je de diagnose gesteld zou krijgen bij de dokter van dat je ongeneeslijk ziek bent. Dan ga jij kijken gelijk op het internet als er een remedie is om toch beter te worden. Je surft de hele internet, ga je afsurfen en je gaat kijken waar de beste specialisten zijn die jouw leven kunnen veranderen. Toch? Dat doe je. Er is één specialist in je leven en die kan je leven gigantisch veranderen en dat is Jezus. Amen. Amen. Als we dat maar in ons hoog houden. Waarom zou je het opgeven? Misschien probeer je al maanden, jaren succesvol te zijn. Misschien ja, heb je zoveel euro's ergens in gepompt. Dat kan misschien in een bedrijf, misschien in een relatie, om succesvol te zijn. Wat zou ik zeggen? Als wij vaak een tunnel graven, stel je voor je graaft een tunnel, en je denkt van nou daar zullen de diamanten zijn, maar het is een meter verder, stop dan niet. Ga die ene meter verder in je leven, maar het zijn vaak mensen die stoppen vaak als ze heel dicht bij hun doel zijn. Wist je dat? Als je kijkt hoeveel mensen vandaag aan de dag zoveel ideeën hebben, plannen hebben gemaakt. Bijvoorbeeld iemand die wou een boek maken. En hij is begonnen en hij heeft 100 velletjes heeft hij geschreven. En dan zegt hij, ach, dat boek is toch niks. Ik stop er maar mee.
Hoeveel mensen zijn er vandaag aan de dag die begonnen zijn met studie? Met een LOE-studie bijvoorbeeld, of Leids onderwijs, een andere studie. En dan zijn ze een paar maanden ermee bezig en dan stoppen ze ermee. Hoe komt dat dat jij ermee stopt? Dat heeft vaak te maken met niet genoeg discipline hebben. Je moet jezelf af en toe disciplineren om door te zeggen van kom op, ga door. Ga niet bij de pakken neerzitten. Toch? Jullie zijn eigenlijk allemaal mensen, als ik kijk naar een aantal van jullie, jullie zijn door hele diepe dalen gegaan. Door hele diepe dalen, die liet God mij zien. Als ik kijk naar Dorothea, Herma, Annie, Henk. Dat zijn het mensen die door hele diepe dalen geweest zijn. Die best wel die diepe dalen weten in hun leven. En ze hebben best een moment, denk ik, gehad in je leven dat je wou zeggen, ik stop ermee, of niet. Als ik kijk naar mijn eigen leven. Ik heb 3 keer gezegd, Hans, ik stop ermee, ik wil niet verder. Wou ik er een eind aan maken. Want ik zag het niet meer zitten. Maar op dat moment, toen ik dat dacht, toen kwam er een stem in mijn hoofd. En die stem die zei tegen mij van Hans, geloof in mij die je zal bergen kunnen verzetten. En ik wist dat het de stem van God, Koning Jezus was. Die zegt geloof in mij die je zal bergen kunnen verzetten. We hebben zo vaak een negatief denken in onszelf. We denken vaak ook negatief over onszelf. Hè? Van nou, ik zal hem nooit genezen. Ja, ik zal er nooit komen tot het bepaalde doel van mijn leven. Ach, ja, ja, God, hij heeft het te druk. En hij heeft meer over Obama en voor Poetin als voor mij eenvoudige Nederlander. Nee, dat is niet zo. God heeft oog en oor voor jou. Amen. Waarom zou je opgeven? De beloning die komt aan het einde van je rit. Amen. Maar wanneer we een opdracht krijgen van God, komt daar meestal een belofte bij. God die geeft jou ook een belofte. Dat zei hij ook tegen Joshua. Ook Abraham. Ook een David. Ook een Herma. Ook een Dorothea. Ook een Annie. En ook een Henk. Hij komt vaak met iets. En dan zegt hij, ik help je om de taak te vervoeren. Ik zal een sterke motivatie moeten zijn om opdrachten van de koning der koningen aan te nemen en trouw te willen uitvoeren. Heb je een sterke motivatie in je leven om het werk van de koning der koningen uit te voeren? Dat is niet altijd makkelijk. Er zijn ook heel veel mensen die willen apostel zijn. Nou, een tijdje geleden toen vertelde ook zuster Dorothea, ze zegt alle apostelen die zijn bijna omgekomen. Allemaal doodgemaakt. Dus denk er nog zo van aan als je apostel wilt zijn. Ja, het kost je een prijs. Maar als God jou een taak geeft, doe het. Als God zegt, ik geloof in jou en ga ervoor, ga er dan voor. En laat je niet weer houden. Amen. Ik gebied je dus, wees vastberaden en standvastig. Laat je door niets en niemand weerhouden of ontmoedigen. Nou, Doortje, ik denk niet dat je er gaat komen, hoor. Dat zal wel zeker niet gaan. Kijk, je hebt nou wel een nieuwe bril, maar met die nieuwe bril spring jij niet over de sloot. Toch? Je springt er middenin. Ik activeer haar alleen maar, want ze zegt, wat? Wat? Ik spring over een kanaal. Ik laat je zien dat ik het kan. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, ah, zuster, begrijp u. Ja, u heeft ook al zoveel tranen gehad. Ga maar gewoon lekker zitten en blijf maar janken.
Ja, dat is gemotiveerd, hè? Daar heb je nou net niks aan. Ja, je hebt er helemaal niks aan. Ja, ja. Maar gewoon blijven janken. Ja. Dus, de Heer is jouw helper. Ja. God staat jou bij. Het is niets wat Joshua moet doen. Mozes, de leider van het volk Israël, is overleden. En heeft zijn taak niet kunnen afmaken. Hoe vaak hebben wij dat? Dat we taken in ons leven niet afmaken. Maar als God tegen jou zegt, doe het. Ga er dan voor. Stop dan niet. En dat gaat niet om een taak voor het broodje te smeren, hè? Dat gaat niet om, hè? Taartbakken. Ook niet om een taart te bakken. Taartbakken. Misschien dat God tegen jou zegt van, ga naar je buurman of je buurvrouw toe. En geef hem bemoedigende woorden. Dat zeg je, nou morgen Heer. Nee, vandaag. Niet morgen. Ga er dan voor. Het kan een eenvoudige taak zijn. Want weet je, God die gaat jou geen taken geven wat je niet zou kunnen. Ja. Kijk, als je een kleine jongen naar de universiteit stuurt, een dag, en de professor, hij heeft het over algebra en hij heeft het over bijvoorbeeld Russisch. En hij zal zeggen, daarbij, kamerit Paruski. Dan zegt een kleine jongetje, ik weet het niet, ik weet niet wat je bedoelt. En hij zal helemaal gefrustreerd thuis gaan komen. En hij zal zeggen, die professor, die was hartstikke gek. En hij sprak ook nog een andere taal. En ik heb er helemaal niks van begrepen, mama. Ik dacht dat ik kleurpotloden kreeg. En dat ik nog kleuren. Maar dat was zo'n gekke vent. Ik ga maar weer terug naar mijn klas. Dat mag ook. God, die heeft dat hij jou gebruikt op jouw niveau. En niet anders. God, die gaat jou niet zetten op een niveau waar je niet bij kan. Misschien heeft God wel een lat voor jou. En misschien mag je lat, sommigen zeggen, leg je lat een beetje hoger. Ik zal zeggen, leg de lat op de grond en schuif hem voor je uit. Dan kun je er altijd bij. Maar weet je wat vaak het probleem is? Wij gaan vaak hoger dan we ons kunnen. We gaan soms meer dingen doen als dat God van jou vraagt. Maar dan wordt het leven juist moeilijk. Maar God, bij God is geen moeilijk leven. Het is een leven in overvloed. Halleluja! Het is een leven wat genade is. En als je een keer fout hebt gedaan, of je hebt de stem niet helemaal goed verstaan van God, is het nog geen probleem. Want hij gaat toch verder met jou. Amen. Prijs koning Jezus daarvoor. Hij was overleden, Mozes. En toen moest op dat moment, moest Joshua meer dan 1 miljoen mensen langs allerlei vijandige volken heen leiden. Naar het beloofde land. Maar Joshua, hij had al heel wat voor zijn kiezen gehad. Hij hielp Mozes al mee. Hij stond al naast Mozes in Aaron. En hij wist al hoe het volk was. Nou, zo weet God het ook bij jullie wel. Hij weet het. Hij weet best wat jouw troubles en je downs zijn. Dat weet hij. Hij weet wat jouw moeite zijn. Dus hij zal jou daar zeker mee helpen. Bij de opdracht van God krijgt Joshua een extra bevel. Een vastberaden en standvastig te zijn. Die bevel geef ik jullie ook vandaag. Allemaal. Het is zelfs een gebod. Wees standvastig en vastberaden. Durf het aan. Ja, wees niet bang. Wanneer we iets voor God mogen doen, moeten we niet bibberen of bang zijn. Ja, we moeten vastberaden deze taak uitvoeren en tot het einde toe stand houden.
Het zal niet altijd makkelijk zijn. Daarom is het extra opdracht vastberaden en standvastig te zijn. Zijn nodig om te doen wat je is opgedragen. Ik neem jullie mee even naar de Bijbel. Even een paar versen. Deuteronomium. 31 vers 6. Daar staat, wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hem te zijn. Want het is de Heer, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en hij zal u niet verlaten. Amen. Amen. Wees standvastig. Je hebt geen reden om bang te zijn. Nou, van de week was er een zuster. En deze zuster die was eigenlijk een beetje bang. Dus die zegt, ik heb een stel strijdkrachters nodig om te strijden. En Dorothea die vroeg ons om voor haar te bidden. Voor iets wat belangrijk was. En we zijn met de gemeente zijn we in gebed gegaan. En weet je, ze heeft gewonnen. Ze heeft gewonnen. Ze gaat straks haar getuigenis dan vertellen. Maar ze heeft gewonnen. Waarom? Omdat ze was standvastig en vastberaden. En ze liet zich niet weerhouden. Ze liet zich niet een schrik aanjagen. Amen. Waarom kunnen wij vastberaden zijn? Waarom hoeven we ons niet laten weerhouden of te ontmoedigen? Waarom? Omdat God zelf bij ons is en ons helpt. Hij is bij ons. God is bij jou. Staat aan je zijde. Net als een vader die aan de zijde staat van zijn kind wanneer het eens een keer moeilijk is. Een vader die aan de zijde van een kind staat wanneer die in het ziekenhuis ligt. Een vader die aan de zijde van een kind staat wanneer ze de eerste stappen maken. De vader die aan de zijde staat van zijn kind wanneer de kind het eerste keer gaat rijden op de fiets. Af en toe zal de vader wel zo hebben gedaan. Oh, vlak voor die auto. Oh, het ging net goed. Maar toch, die vader die zegt, ga door. Hoe vaak ben jij tegen een auto aangereden, Chris, toen je klein was, met je fiets? Is niet te tellen. Huh? Is niet te tellen. Is niet te tellen. Is niet te tellen. Juist. Ik ook niet. Maar mijn vader die zei toch tegen mij, zoon, ga door. Want er komt de dag, dan zal je leren fietsen. Al die auto's in de straat, die weten dat nog vandaag aan de dag. Maar mijn vader, die stimuleerde mij. En zo is het ook bij God. Hij stimuleert jou om door te gaan. Amen. Neem nog een voorbeeld. Joshua 1 vers 6. En daar staat weer, wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb. Dat zegt God tegen Joshua. En als God dat tegen Joshua zegt, van wees standvastig en vastberaden en ga ervoor, dan zegt hij dat vandaag ook tegen jou. En dan moeten we niet opgeven. Dan kunnen we zeggen, ja, maar de medici, die zeggen toch iets anders. Ja, ik moet even kijken, mijn zaak is wel behoorlijk gecompliceerd. En mijn Sigolsela en Trudosela. Ja, ik spreek nou allemaal Russisch. Ja, de Russen verstaan het ook bijna niet hoor. Maar ja, dat zit heel moeilijk en dat moet je heel anders zien. En dat heeft toch weer te maken met een bepaalde moeilijk woord en stofwisseling erbij. Maar als God zegt tegen jou, ik ben jouw geneesheer, dan is hij jouw geneesheer. Als God tegen jou zegt,
ik ben voor jou, dan is er niemand tegen jou. Amen. Begrijp wat ik bedoel? Want als God voor ons is, wie is er dan tegen ons? Ja, maar Pastor Hans, u bent wel behoorlijk positief hoor. Als u nou zelf eens op het bed ligt en dat u zelf het moeilijk heeft en u hebt zelf een behoorlijke ziekte. Wat doet u dan? Houdt u dan nog moed? Ja, dan zou ik nog moed houden. Dan zou ik nog niet bij de pakken neer gaan zitten. Dan zou ik nog zeggen, Heer, u bent mijn God. En voor een mens zou ik niet vrezen. Wat baart mij een mens? Wat baart mij een mens? Voor God moet ik vrezen. Ik moet hem eren, ik moet hem respecteren. Amen. Soms is het moeilijk om dingen in praktijk te brengen. En kunnen we daar God niet in zien. Maar hij belooft ons wel iets. Hij heeft jou een belofte gegeven. En dan is het één ding wat je moet doen. Dat is jouw hand leggen in de hand van God. En als je dat gaat doen, dan zal je gaan zien dat God ook tegen jou regelmatig zal zeggen, kom op, ik geloof in jou. God geloofde in Jozua. God geloofde in Jozua. Anders had hij Jozua deze taak niet gegeven. Geloof je dat? We zijn vandaag heel erg stil. Ik geloof dat. Dat God gelooft in Jozua. Ik geloof erin dat God gelooft in Jozef. Ik geloof erin dat God gelooft in een David. En ik geloof erin dat God gelooft in een Abraham, ondanks dat hij ongehoorzaam was. Maar God gelooft in jou. En hij wil het beste in jou naar boven halen. Dus gewoon doorgaan. Niet stoppen. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Ja, maar hij is beter dan ik. Ja, hij heeft een doctoraat. En dat heb ik niet. Ja, hij is beter een prediker dan ik. Hij weet het beter te brengen. God gebruikt jou op jouw niveau. Gewoon eenvoudig. Easy, makkelijk. Niet anders. Maar wat we wel moeten doen is gehoorzaam zijn aan God. Gehoorzaamheid is belangrijk. Want toen op een gegeven moment God sprak tot Jozua van ga ervoor. Ik geloof best dat Jozua knikkende knieën had. Dat hij best wel eens heeft gezegd van Heer, die lege macht die is zo groot. O Heer, als ik dan met mijn natuurlijke ogen zal gaan kijken naar deze situatie, dan ga ik morgen gelijk naar huis. Maar als je met je geestelijke ogen gaat kijken naar de situatie, dan weet je dat je komt in het beloofde land. Dan zal je daar gaan komen. Kijk, er waren 10 mannen en die bekeken al die hele situatie met natuurlijke ogen. En die zagen alleen maar daar reuzen. Maar Jozua en Caleb, die kwamen daar bij het land. En die zagen een land van melk en honing. Die zagen het heel anders. Die keken niet naar die eenakker. Die keken niet naar die reuzen. Ze keken naar de zegen. En als wij vandaag ook aan de dag gaan kijken naar de zegen, dan laten we ons niet ontmoedigen. Maar dan zal je gaan zien dat je met God standvastig zal zijn en onwankelbaar en steeds overvloedend in het werk van de Heer. Amen. En dat wil ik ook vandaag aan jou zeggen. Wees standvastig en onwankelbaar en in het werk van Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.